Nou, de club bestaat al 119 jaar en het is een echte traditieclub. En dit was een van de tradities dat het meisjes-vrouwenvoetbal, dat die niet hier voetbalde. Maar dit is een van de tradities waarvan wij zeggen, of eigenlijk de enige traditie waarvan wij zeggen, nou, dat moet je afschaffen. Want ja, meisjes-vrouwenvoetbal moeten op zo'n mooie grote club als AFC, moeten hier ook gewoon kunnen voetballen. Eindelijk eigenlijk. Er was al, bij de buren wordt er al flink gevoetbald door voor vrouwen. Een hele grote club in Nederland. Ja, en dat het bij zo'n club als AFC... Ja, in mijn beleving hoort dat daar ook gewoon thuis. En kunt u uitleggen voor mensen die dat helemaal niet zo goed begrijpen, wat dan de redenen zijn om dat niet te willen? Nou ja, kijk, het is hier een mannenclub geweest door de jaren heen. Het is een fantastische vereniging. Dus ja, het ging goed. Het gaat goed. Heb je angst van dat het dan misschien niet meer... Nee, maar dat het dan misschien allemaal anders wordt en minder... Ja, misschien wel dat een beetje meespeelt. Wat is de rol van de meisjes en vrouwen hier zelf dan nog in geweest? Want nu regelen eigenlijk de mannen regelen het voor de vrouwen. Ja, net als toch goed. Dat gaat het toch altijd of niet? Nee. Dus dat blijft nog wel zo? Ja, nee. Nee. Als het aan jou ligt? Als het aan mij ligt wel, nee. Maar de meisjes en vrouwen hebben hier zelf niks mee te maken gehad. Maar ik heb al heel veel geluiden gehoord dat alle meisjes en vrouwen ontzettend blij zijn dat het nu hier gaat komen. Wij denken dat het een mooie kleur geeft weer aan je club. Dus wat dat betreft, het is niet echt een must, maar het is toch wel belangrijk om te doen. Toch wel? Zeker, zeker. Nee, daar zijn we ook enthousiast over. We omarmen het volledig, maar we gaan het geleidelijk invoeren. Ik denk dat het echt over een aantal jaar echt zo groot is, dan vinden we het allemaal heel normaal. En dan kijken we op deze tijd terug en dan denken we, wat hebben we toch eigenlijk moeilijk gedaan met z'n allen. Maar ik denk sowieso dat ook bij de KNVB, er mogen best wat meer vrouwen aan de top ook zitten. En dat zal de volgende stap zijn. Komen er dan ook vrouwen in het bestuur, zodat dat ook... Nou ja, ik denk niet meteen. Dat zal, maar er komt wel een aparte commissie, dat hebben we al bekendgemaakt. Maar wie weet in de toekomst wel. Wij denken ook dat het ten goede komt aan de sfeer. En het is wachten denk ik op de eerste AFC-relatie die gaat komen. Ja. Heb jij al een relatie? Nee, ik heb geen relatie. Oh, vandaar dat je dat zo graag... Ja, ik ga ook in de kennismakingscommissie. Ja.